drank en drugs. Ben je nou op zoek naar FIFA 15 Ultimate Team Coins? Yeah. En zoek jij de goedkoopste Nederlandse plek die je maar kan vinden? Yeah. Dan zeg ik check www.fifacoinskopen.nl. En gebruik natuurlijk altijd die code MATTY voor jouw extra korting. Hartstikke goed. Het is eindelijk weer zover. Het heeft lang op zich laten wachten, maar eindelijk upload ik weer eens normaal 2 keer in de week. Hoe is het mogelijk, gek? Dit is Road to Manchester. De serie met Robin van Persie op de thumbnail. Maar Robin, wat is er aan de hand? Merhaba. Fenerbahçe. Ja, jij zit bij Fenerbahçe, ja. Hoe is het mogelijk, gek? De serie waarin we nu dit team hebben. Met inderdaad als nieuwe speler Rafael. En er komt nog iemand bij. Het is Aard. Aard bij. Zijn naam is Antonio Valencia. Hij joint onze club en nu hebben we een mooi rechterkantje. En dan kom ik tegen dit team. Nou, dat zijn een stelletje pakjes boter, joh. Pakjes bakvet zeker? Bakvet. Wat zeg je nou? Bakvet, ja. Jongen. Ja, maar toen ik dat maakte, dacht ik... Dan moet je met je eigen tegen zootje. Soms is het wel veiliger om een tikje terug te doen, hè? Niet meer doen, nee. Check dit dan, hè. Die hadden wel binnen mogen koppen, die bal. Ondertussen ben ik er wel achter dat Valencia helemaal niks kan. Nou ja, een beetje rennen hier en daar, dat zit wel in zijn genie. Ik bedoel, ziet hem gaan en slijt hem er net voor op Walter. Hier is Walter. Dit is Walter. Ik ben altijd zo blij dat de voordeelregel in FIFA zit. Ja, ik ben er door. Geen vrije trap aan mij. Dit is niet leuk. Maar gelukkig hebben wij Daily Blind. Die staat bekend om zijn fenomenale traptechniek. Vooral op het gebied van vrije trappen. En zie deze man schieten. Scheelde echt niet veel, hè. Ondanks dat hij 60 nauwkeurigheid heeft. En dan naderen we het einde van de wedstrijd. Ik was veel beter. Maar verder dan deze kans komen we helaas niet. Ja, dan is het dan sneu dat je hier 1-1 speelt. Omdat ik wel het gevoel had dat we hier deze keer wel hadden kunnen winnen. Maar ik vind het helemaal niet sneu. Waarom vind je het niet sneu? En dan moet ik ook altijd mee oppassen wat ik dan zeg, denk ik. Dus, dat zou ik maar doen, ja. Ja. Die hadden wel binnen mogen koppen, die bal. Ja, je bent sterk in het opnoemen van de kansen. Ja, en jij op het kleineren van andere collega's. Nee hoor, geen kleineren. Gewoon de feiten. Get wrecked, Ronnie. Ja, Ron had gewoon niet zo'n grote bek moeten geven. Want kijk eens aan, dit is zijn tweede kans van de wedstrijd. Wat doet mijn keeper? Helemaal niks. Stoer doen tegen Louis van Gaal, Ron. Dat is gewoon... Maar liefst 1 schot op doel en 2 goals. Echt respect. En helaas winnen we de eerste wedstrijd in divisie 9 niet. Maar het is niet anders. Maar door deze wedstrijd verdien ik wel... Geld. Nou wel iets meer, gewoon 412. Geld van mijn moeder. En van het geld kopen we... Drumroll. Matta, goede Spaanse voetballer. Nee, Ron, die is nog te duur. Lindegaard. Hey, kerel, man. Zo, jij bent enthousiast om anders Lindegaard. Ja, oh. Enthousiast, high five. Ik ben echt fan van hem, hè. Ja. Maar kom op. Roep anders even een boodschap naar ze. Boodschap! Ik heb diep respect voor deze vent, jongen. Hij is echt mijn held. Ik vind hem zo'n beast. Je bent mijn superheld, de rockster. Je bent mijn beste vriend. Bruh. Tegenstander. Ron, wat doe je? Beter stop je nu, anders maak ik een remix van, hoor. Oké, jij vraagt erom. Gelukkig voor je was die echt heel slecht. Echt kut. Ziet hem dan ook met... Met zo'n rare vierkante mond. Ja. En we zijn net begonnen. En wat gaat er hierna gebeuren? En toen hebben ze een penalty gekregen, weet je dat ook? Nee, dat wist ik nog helemaal niet. Penalty hebben gekregen, daardoor 2-0 voor. Zou je denken? Ja. Want Daily Blind gaat achter de bal staan. En die raakt het latje. Maar Daily Blind gaat zijn revanche pakken, voel hem aan. Wacht eens even, wat gebeurt daar? Maar Daily Blind gaat zijn revanche pakken, voel hem aankomen. Hij krijgt de bal aangespeeld. Kijkt even naar het keepertje, ziet het keepertje twijfelen. En denkt dan, het boeit me geen reet. Vlak voor tijd, 2-0. Was geweldig, hoor. Ja, maar het gaat ook nog 3-0 worden, want hier is Keen. Keen gaat hier nog door en die gaat die 3-0 maken, want hij stormt door. Bruh. Want ik heb blank en drugs. Ik heb blank en drugs. Bruh. Ik win 2-0. En die comeback in deze divisie is in de maak. Aan die wedstrijd verdien ik weer wat extra geld. Toch? Ja. High five. Bruh.
En wie gaan we nu kopen? Is het... Mata, goede Spaanse voetballer. Nee, Ron, dat is Jones. Yeah. En weet je nog dat ene moment van eerder deze aflevering, het is al even geleden weer... Ja, die boy is geblesseerd. En weet je, ik heb scheid. Iedereen heeft hem gratis gekregen. Dus ook ik. Gebruik mijn Messi uit mijn club. Jij, als Keane geblesseerd is en ik heb geen andere spitsen. Ik gebruik gewoon die Messi op, bitches. Dit is zijn team. Dit is daadwerkelijk de beste tegenstander uit de hele serie. En Messi gaat gelijk rennen, alsof hij een van de betere voetballers van de wereld is. Zou je die van hem verwachten? Oké, wel, hij krijgt een penalty. En toen hebben ze een penalty gekregen, weet je dat ook? Ja, dat weet ik. Daardoor 1-0 voor. Zou je denken dat ze 1-0 voor zouden komen? We blind achter de bal. Bruh. Waarom doet die keeper dat? Dan is hier een afstandsschot van Messi en we hebben hem nog niet gezien in deze serie. Maar Valencia kan toch wel iets. Ik bedoel, rouletje ertussendoor. Och, wat wordt hij goed verdedigd. En hij maakt hem af. Dan wordt het 2-1. Maar blind neemt hij toch weer dat balletje aan. Skillvol om de keeper heen. En prikken. Maar dan. Uit een onverwachte hoek. Hallo. Hoi. Messi, jongen. Messi in plaats van Matty. Ik versta iets van Matty in plaats van Matty. Ben jij? Messi, jongen. En dan hoor je alleen maar dat kutstadion. Kijk, hier schiet ik ook van afstand. Oh. Kijk hem. Nee, dat was een kantoor, jongen. Het enige wat ik hierin versta is. Je bent echt een Mogol, jongen. Dat was een kantoor, jongen. Maar daarmee maak je mij boos, jongen. Dat wil je echt niet weten. Dus Valencia gaat hier. Hoppa! Dat is een mooi trucje. Hoppa! Dat is een fantastisch trucje. En de hoek lijkt moeilijk. Maar is het niet. En als hij dan ook nog loopt te kutten met zijn keeper, is hij Messi. En die denkt: hey, er staat geen keeper, dus ik schiet maar gewoon. En daarmee winnen we ook dit potje. Ja, oh. Ga je nog een blauw duimpje doen, Ron? Ik kon de vraag niet verstaan, sorry. Ga je een blauw duimpje doen? Daar gaat je helemaal niks aan. Doe maar gewoon, joh, dat is. Hartstikke goed. Tot later.